Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Jongeneel. Goedendag luisteraars. De dagelijkse lezing komt vandaag uit Handelingen 2, waarvan we lezen vers 40 tot en met vers 42. Daar staat: en met veel meer andere woorden legde Petrus getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Tot zover uit de oude Pinkstergeschiedenis. Ik las een meditatie over de woorden die Petrus zegt: wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Een meditatie van de hand van een van onze oud-predikanten, dominee Arkeraads. En ik wil die meditatie aan u voorlezen. Werft de kerk of stoot ze mensen af? Ga de wereld in, maar neem afstand van. Dat lijkt tegenstrijdig. Gaat het toch samen? In Petrus' Pinksterpreek vinden we het antwoord. Duidelijke lijnen trekken en blijven bij het hart van de prediking, namelijk behoud door het geloof in Christus alleen. Is het niet hoogmoedig? Ja, die indruk kan je wel wekken. Ik sta aan de goede kant en al die anderen dwalen. Afschrijven dus, radicaal. Maar wacht even, alvorens Petrus ervan te betichten dat hij zijn oordeel al te snel gereed heeft. Zeker, hij had zijn woordje altijd gauw klaar. Maar wat is er ook alweer gebeurd een paar weken geleden, daar in de zaal van de hoge priester? Stond Petrus toen zelf aan de goede kant? Wat is dat, tot een verkeerd geslacht behoren? We moeten daarbij denken aan een struik die helemaal vergroeid is. Zo wordt die struik niet van de een op de andere dag. Daar gaat een lange tijd overheen. Over wie gaat het in bovenstaande tekst eigenlijk? Over goddeloze mensen? Over die spotters? Ja, die leven heel erg verkeerd. Ze gaan de verkeerde kant op en als dat zo blijft, eindigt hun weg in het verderf. Heel hun leven is vergroeid door zonde en afkeer van God. Maar Petrus gaat dieper spitten. Er kan veel meer verkeerd vergroeid zijn. Ook in het leven van de vrome mens. Als je er niet van weten wilt dat je alleen als een goddeloze gerechtvaardigd kunt worden. Als je meent wel behouden te worden omdat je vroom en onberispelijk leeft. Soms zelfs goed bedoeld. Maar je kunt daar de dood niet mee aan. Je kunt er niet mee voor God verschijnen. Maar wat is er dan zo verkeerd? Dit. Zo'n vrome mens wil ten diepste niet leven uit het werk van Christus. Zijn vroomheid is vergroeid tot hoogmoed. Hij wil zelf wat zijn voor God en zo zijn zaligheid verdienen. En als dat je uit handen geslagen wordt, kom je in het geweer. Daar moet je afstand van nemen. Maar is dat niet hoogmoedig,
ga je je dan niet boven een ander verheffen? Wijst Petrus die weg? We weten wel beter. Petrus trekt zich niet terug in een isolement. We lezen al in het volgende hoofdstuk dat hij gewoon samen met Johannes weer naar de tempel gaat. Hij keert die mensen die hij zo ernstig heeft aangesproken niet de rug toe. En toch, als het je werkelijk om Christus te doen is, dan komt er een gevoel van vervreemding. Als je zucht onder de last van je zonde, als je jezelf als een goddeloze leert kennen, wanneer je hart schrijdt tot God, als dood en hel je aangrijnzen, wanneer de wet van God je aanklaagt en je jezelf moet veroordelen, zulke mensen waren er toch, op de Pinksterdag, verslagen, diep in het hart geraakt, en als je dan geen weerklank vindt, de een die zegt ze hebben te veel wijn op, de ander zegt doe niet zo moeilijk, neem het niet zo zwaar op, en dan hoor je weer, je moet veel vromer leven, dan kom je er wel. Maar geeft dat werkelijk troost in het hart? Wordt een verloren mens daar echt mee geholpen? De Pinkstergeschiedenis leert anders. Daar staat Petrus, te midden van al die mensen. Zijn scherpe, ontdekkende woord brengt mensen in de nood. En in die nood roept men, wat moeten we doen om zalig te worden? Dan gaat de discipel Jezus aanprijzen en het geloof in hem. Er is geen heerlijker werk dan die dierbare borg aan zondaren te verkondigen, om zijn zondaarsliefde voor te stellen, om te mogen zeggen dat hij het verlorene zoekt. En dan toch die scheiding? Nou, laten we goed luisteren naar wat Petrus zegt. En we letten ook op wat hij niet zegt. Hij zegt niet, ga maar boven die mensen staan, kijk maar uit de hoogte op en neer. Petrus gebruikt een bewogen uitdrukking. Word behouden van dat verkeerd geslacht. Opvallend is dat Petrus in de gebiedende wijze spreekt. Word behouden. Dat is een opdracht. Als je het denken van dat geslacht navolgt, dan ga je verloren. Als je vroom of goddeloos buiten Christus leeft, ga je eeuwige ondergang tegemoet. Maar als je je ervan losmaakt, word je behouden. Dat wil niet zeggen dat hun nood je niet meer raakt, integendeel. Dan gaan we bidden of dat verkeerde geslacht ook bekeerd wordt en dus behouden. Rond de prediking van het evangelie raken het ontvluchten van het kwade en het zoeken van de zondaar met elkaar verweven. Bent u ook verlost? Tot zover die meditatie van dominee Arkeraads over Handelingen 2 vers 40 wordt behouden van dit verkeerd geslacht. We zullen nu samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.